We hebben weer een shoplog voor jullie, een budget shoplog. Want ze zijn naar de Action geweest en ook naar de Normal. En de Normal is een nieuwe winkel die net in Utrecht is geopend. En dat is ook een budgetwinkel, maar dan echt met van alles en nog wat. We waren er nog niet eerder geweest. Mm-hmm. Maar nu dus voor het eerst. En we zijn echt flink geslaagd. Dus dat gaan we jullie allemaal laten zien in deze video. Vergeet zeker niet om vast een duimpje omhoog te doen en je te abonneren op ons kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En dan gaan we gewoon nu gelijk beginnen met de shoplog. Nou, het weer is echt super lekker in Nederland de laatste tijd. Dus het is echt weer om in je tuin te zitten. Of als je geen tuin hebt, op je balkon. En bij de Action kwamen we deze kussensloopjes tegen. En we vonden ze echt super nice. Want ze zijn een beetje off-white. En dan met hele felle kleurtjes erop geborduurd. Ze schreeuwen echt Ibiza, vakantie. Ik vond ze echt heel erg leuk. Het prijsje was ook heel erg fijn. Ze waren namelijk maar €2,95 per stuk. Oké, de kussentjes heb ik alvast eventjes buiten gelegd. En ik vind ze heel erg leuk staan. De blauw staat ook goed bij mijn bankie. Dus het staat wel heel erg gezellig. En hier een beetje goud zie je erin. Een beetje bling bling. Yeah. Ik vind ze heel mooi. Volgende item is een kleedje. Ik was namelijk al een tijdje op zoek naar een kleedje in een neutrale kleur voor op mijn andere balkon. Ik heb er namelijk twee. Met mijn ene balkonnetje wil ik helemaal Ibiza gaan. En mijn andere balkon is eigenlijk nog best wel lelijk. Dus die wil ik een beetje een kleine make-over geven. En dit is dan het kleedje. Hij is eigenlijk gewoon beige en off-white. Dus heel simpel. Maar dat is echt de enige die ik tot nu toe heb gevonden ergens. Die dus zo eruit zag en super betaalbaar was. Want deze was, even kijken, €4,98. Nou, we hebben het kleedje heel eventjes neergelegd buiten. En hij past best wel goed bij die zwart-witte. En dit maakt het dan iets rustiger. Want ik heb eigenlijk ook weer een hele gekleurde die het wel weer heel erg vrolijk maakt. Dus ik moet eventjes kijken op welk balkon ik hem neerleg. Misschien doe ik die vrolijk wel naar de andere en laat ik hem hier. Maar hij staat in ieder geval goed. Dus dat is wel heel erg fijn. En zeker voor dat prijsje. Nou, mijn aankopen van de Action zijn misschien wat minder spannend als die van Tara. Maar wel heel functioneel. Ik heb hier namelijk een zeefje. Want die had ik nog niet thuis. We hadden laatst lekkere butter chicken gemaakt. Moest je een zeef voor hebben. Dus daar is deze voor. Want het was heel goed gelukt. En hoeveel was deze? Deze zeef is €1,95. Dus prima prijsje. En mijn volgende item is er eentje die Tara altijd meeneemt. En dat zijn namelijk de multifunctionele zakjes met ziplokje aan de bovenkant. En het leek me ook wel heel erg handig om deze keertje te hebben. En deze is €1,59. Dat was de Action alweer. Dan gaan we nu door naar de Normal. En daar hebben we echt flink ingeslagen, zoals ik net al zei. En begin een beetje met travel. We vonden namelijk deze waterproof bags. En ik heb ze al wel eens eerder gezien op van die gadget websites. Mm-hmm. En ook gewoon op reis. Dat je dan mensen die hadden, dat je als je een boot opgaat, zeg maar. Maar ik zal even wat duidelijker laten zien wat het nou is. Nou, zo ziet hij er dus uit. Het is dus een waterproof tasje. Gemaakt van een soort van plastic rubber of zo. Ja, heel stevig. Ja, heel stevig. En de bovenkant heeft dan zo'n band. En dan kan je hier je spulletjes in doen. Dus je camera, alles wat je maar droog wil houden. Je telefoon. En dan rol je hem zo op. En dan maak je hem dus dicht met van die clipjes. En dan zou die dus waterproof moeten zijn. Nu zou ik er niet aanraden om ermee te gaan duiken. Dat lijkt me echt een heel slecht idee. Maar als je stel, je gaat een bootje huren. Ja, deze zomer, of kanoën. Waterfietsen. Ja, dan kan je dus wel je spulletjes meenemen. En mocht het dan uit de boot vallen. Ja. Of weet je wel, weet ik veel eigenlijk. Dan is het veilig. Dat leek ons in ieder geval heel tof. Ja, en vooral vaak met van die kano's of waterfietsen heb je altijd wel dat er op een of andere manier toch nog water naar binnen zijpelt. Je wordt zeiknat. Ja, dus dan is dit toch wel heel erg chill om te hebben. Ja, en je kan het natuurlijk ook meenemen op vakantie, want je weet maar nooit of je dan ineens in een kano stapt. Ja. Nou, dat weet je denk ik wel, maar ja, het is gewoon handig. Dus. Op het strand trouwens, ook een goede strand, sowieso. Oh, dat beschermt het ook tegen zand. Niet zo irritanter dan zand. En je had verschillende kleurtjes. We zagen geel, roze, grijs en blauw. En wij hebben een gele en een grijze genomen. Ja, en deze kostte €4 per stuk. Dus dat vond ik eerlijk gezegd echt wel meevallen. Ja. En dan ook voor op reis of op vakantie is dit dingetje dus een reisfles. En ik vind die reisflesjes sowieso heel erg handig. Zodat je je favoriete shampoo en conditioner mee kan nemen op reis. Maar deze is dus heel plat. Dus zeg maar, het is zeg maar zo'n opvouwbaar flesje.
Dus dat is nog idealer, want dan kan je dus je favoriete shampoo of conditioner meenemen. En dan wordt die langzaam steeds leger en dan neemt het geen ruimte meer op in je tas. En wat Larissa net al behind the scenes tegen mij zei, is... Hij is 90 milliliter, dus er kan voor 90 milliliter product in. Wat betekent dat hij ook mee mag in je handbagage. Super chill. En deze kost maar €1,40. Oh, wacht trouwens. Weet je, ik zou hier naast shampoo... ook babyvoeding in kunnen doen, mocht je dat zelf maken. Ik weet niet zo goed waarom ik daar op kom. Misschien omdat we net een neefje hebben. Maar je kan natuurlijk ook, weet ik veel, een smoothie of zo, als je die altijd drinkt, meenemen. Je kan alles doen wat je wil. Ja. Alles. Alles. Gewoon een gepakt met tissues gekocht. Deze was namelijk maar 90 cent. Vond ik wel heel prima. Prijsje is altijd handig. Volgende item zijn scheermesjes. Ik moet zeggen dat ze bij Normal echt een hele grote selectie hadden met scheermesjes. Zo, ja. Allemaal verschillende soorten. En maten en uitvoeringen. En we zagen zelfs deze tussen staan die we echt heel erg leuk vonden. Dus namelijk de Gillette Venus Treasures Design Edition. Ja, en we lieten ons wel heel erg overhalen door het design. Want ze zijn roze en er zit een soort van hashtag printje op. Zijn het wegwerpscheermesjes? Want het zijn wel hele luxe wegwerpscheermesjes dan. Volgens mij is het inderdaad een wegwerpscheermesje, maar dan wel echt super luxe. Dus super luxe. Ik zou hier waarschijnlijk weer te lang mee doen. Sowieso. Maar ze zien er gewoon echt super leuk uit. En lekker vrolijk. En je hebt dus verschillende dingetjes. Dus ze hebben niet dezelfde. Ja, we hebben allebei een ander print. Dus we hebben echt iets van 6 verschillende. Ja. Ja, wauw. Nou, die mesjes die kosten €5,70. En dan krijg je dus 3 wegwerpscheermesjes. De luxe wegwerp. Dan hebben ze ook nog een hele grote make-up afdeling in de Normal. En ze hebben ook merken die je normaal gesproken niet in Nederland ziet. Je kan het zeg maar wel online kopen, de merken. Maar we hebben niet heel veel winkels waar je het echt gewoon kan in de grijpen. Winkel, toch? Ja. Ja, ze hadden bijvoorbeeld dus Wet n Wild, ze hadden Revolution, ze hadden W7. Mm-hmm. Wij hebben van Wet n Wild een concealertje. En ik ben heel erg benieuwd of dit een goede is. Want hij zag er wel heel erg goed uit. Dit is de Focus... Photo Focus Concealer Corrector in Light Medium Beige. Nog even een side note. Hij is vegan en het is niet op dieren getest. Okay, dus dat is heel erg mooi. We gaan hem straks eventjes testen. En ik ben heel erg benieuwd of hij heel erg dekkend is en zo. Ik ben even op de grond gaan zitten met mijn concealer. Want ik wil hem natuurlijk eventjes testen. En op mijn hand in de winkel had ik hem al eventjes getest. Toen zag hij er best wel dekkend uit. Ik praat nu tegen Larissa. Larissa zit daar. En ik heb nu hier wel wat concealer op, hier nu niks. Dus ik ga dat eventjes doen en ik heb ook op mijn wang wat weggehaald. Volgens mij is die dekking vet goed. Ja, toch? Het ziet er echt best wel goed uit inderdaad. Is het een droog product of een beetje uitgesmeren wel? Nee, het is wel echt creamy. Hij deed mij, de reden dat ik hem had uitgekozen is omdat hij me deed denken aan mijn NARS concealer. Ik denk dat deze dekking nog beter is dan degene die je al op had. Ja. Oh ja, zeker creamy. Hij is wel nice, hè? En ik heb hier bijvoorbeeld, ik zal even met mijn vinger doen. Een puist. Een puist. Ik heb het warm, joh. Ik loop echt te zweten op dit moment. Volgens mij is de dekking echt heel erg goed, hoor. This is very nice. Hij is inderdaad beter gedekt dan degene die ik al had gedaan. Very nice. En ik heb dus de kleur, wat was het? Light medium beige gedaan en we hadden 4 kleurtjes. Dan kon je het kiezen. Een hele lichtere, een hele donkere, een hele roze. Wat mis ik dan? En dan deze. Yes. Ja, topper. En over concealer gesproken, het volgende item heeft daar ook een beetje mee te maken. Dat is de reden waarom ik het heb gekocht. Dit is namelijk de W7 Mini Powder Puffs. En dat zijn mini beauty sponsjes. Ze kosten namelijk maar €3,30 voor 2 stuks. Dus ik dacht, dat vind ik wel heel erg fijn om een keertje uit te proberen. Ik hoop wel dat ze een beetje zacht zijn. Maar deze zijn heel erg fijn om zeg maar op de wat lastige, kleinere plekjes te komen. Zoals onder je oog. Dus deze vind ik wel heel erg leuk. Nou, ik heb één van de sponsjes nat gemaakt. Dus je kan wel goed zien dat de een veel groter is geworden dan de andere. En hij voelt heel erg lekker bouncy aan. Moet je eens voelen? Oh, hij is heel zacht. Ja, kijk, want dit was hem eerst. Oh, hij is heel zacht. Dus ik heb een goed gevoel erover. Dus ik ga even een klein beetje van Tara's concealer lenen. Ik doe het wel eventjes onder mijn oog, want daar is hij denk ik heel erg handig voor. Ik hoop dat het wel een concealer is die hiermee werkt. Niet elke concealer werkt met een beauty blender. Ik weet niet, ben ik deze aan wel, doen? Ja. Oh, je ziet er wel lichter uit, toch? Oh, die concealer daar, die is echt wel goed.
werkt wel goed. En hij is gewoon echt super lekker en bouncy en zacht. Dus daar ben ik al heel erg happy mee. Zoals jullie weten ben ik altijd geïnteresseerd in make-up fixing sprays. Dus toen ik deze zag liggen van het merk Revolution. Toen dacht ik, ik laat hem niet liggen. Ik neem hem lekker mee. Ik wil even proberen. Want deze kosten, ik ga het heel eventjes opzoeken. €7,10. Dus dat is niet heel veel geld voor een fixing spray. En deze is Oil Control. Dus ik dacht, hè? Er staat ook nog eens Pro Fix op. Dus hij moet echt pro zijn. Mm-hmm. En ik heb dat echt nodig tijdens deze warme temperaturen buiten. Ik ben heel erg benieuwd of dit wat is. De fixing spray. Ik kan nog niet zeggen of die goed is natuurlijk. Maar ik kan hem wel eventjes op ons gezicht, ook op die vial. Ja. Spuiten en dan kunnen we meteen eventjes checken of die plakt. Of er niet één hele grote straal komt. Oeh. Volgens mij spreekt hij best wel fijn. Hij ruikt niet lekker. Nee, hij ruikt een beetje, ik zat hetzelfde denken, het ruikt een beetje naar een kliniek of zo. Ja, het ruikt naar een dokters wachtzaal, of hoe noemen we dat? Ja. Wachtruimte. Maar op zich, hij spuit wel goed. Ja, nou nu moet ik maar kijken of hij helpt. Nou, de haarafdeling is trouwens ook echt heel erg groot. Dus je vindt er van, wat zeg ik nou? Shampoos, conditioners, sprays en wat allemaal ook. En ook heel veel droogshampoos. Je hebt merken, dus bekendere merken. Maar wij hebben nu gekozen voor Girls Only. Is een merk dat ik nog niet ken. Het is niet echt gender neutral, hè? Waarom? Jongens kunnen het toch ook gewoon gebruiken? Ja, maar ik weet niet hoeveel jongens droogshampoo gebruiken. Maar het kan natuurlijk. Maar we hebben deze droogshampoo gekozen die speciaal is voor bruin haar. Want dat vinden we altijd echt heel erg fijn. En deze was maar €3,30. Wat ik heel erg budgetproof vind voor een bruine droogshampoo. Dat is eventjes heel belangrijk. Ja, er zit ook nog eens arganolie in. Dus het droogt je haar niet uit. Oh, ja. Verzorgt het een beetje. Moeten we maar even kijken in hoeverre we dat merken. En ze hadden trouwens ook wel gewoon Batiste liggen. En die kostte maar €3,80. En we weten niet uit ons hoofd hoeveel Batiste normaal gesproken kost. Maar het klonk veel goedkoper dan normaal. En als je echt Batiste fan bent, dan hadden ze ook een nog grotere bus. Dus dit is zeg maar normaal formaat. Super size. Ze hadden nog een grotere. En ze hadden er ook een mini van. Ja. Dus dat is ook altijd heel erg fijn om te weten als je daarvan houdt, van die minis. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe bruin deze straks is op ons haar. Dus ik ga het nu even uitproberen. De droog shampoo. Het is altijd heel erg leuk dat ze zeg maar dus voor bruine mensen, voor bruin haar droog shampoo maken. Maar dan is het wel fijn dat echt die witte waas echt minimaal is. Ja, ik zie in ieder geval geen witte waas, maar ik zie ook geen bruine waas zeg maar. Dus dat is goed. Geur is op zich. Oh, het ruikt lekker. Ja, een beetje poederig. Is dat wittig? Ik zie nu al dat je zenuwachtig bent. Ik wist niet wat er ging gebeuren. Even heel goed schudden. Oh. Nou, kijk dit. Wow. Oh. Wat is dit? Wat heel. Dit is geen bruine droogshampoo. Het is wel bruinig. Wacht. Is het wel bruinig? Het lijkt echt op de kamer lijkt grijs. Ik bedoel, het is bruin grijs. Nee! Dat is echt niet goed. We hebben er 2 gekocht. Nee! Wat is hier bruin aan? Oh het my is zeg God. Maar we niet. Die van het is niet wit-wit. Het is wel iets bruiner, maar hij is. Ja, we hadden die van Batiste moeten nemen. Ja. Dus dat is nog geen ramp. Ik gebruik ook wel eens witte natuurlijk. Maar ja, dit is wel een beetje zo van. We kochten het vanwege dat het voor bruin haren is. Ja, we dachten we willen een keer een ander merk proberen dan Batiste. Nou, ik denk voor die 50 cent meer hadden we voor Batiste moeten gaan. Ze hebben echt alles bij de Normal, zei ik net al. Dus ze hebben ook kaarten. Echt, je kunt naar de Normal voor alles eigenlijk. Mm-hmm. Ja. En je zult nog wel zien, er is straks ook nog een beetje food. Maar goed, nu kaarten. Ze hebben echt wel hele leuke kaarten. Ik heb eentje met een unicorn, Always Be Fabulous. Eentje met een donut en koffie, Friends Forever. Ik heb hier ook nog meer donuts. En eentje met streepjes en gouden stipjes die ik wel heel erg schattig vond. Ja, en ze kosten maar 50 cent per stuk. Dat is echt niks. Kaarten ze in huis hebben is altijd handig. Want er komt in één keer een verjaardag of iets anders. Dus goeie deal. En ook bij Normal kan je terecht voor dingen in de keuken. En ik heb gekozen voor een theedoek. Ik krijg er 2 zie ik nu hier. En hij heeft gewoon een heel leuk printje met een soort van spikkeltjes of stipjes. En dan 2 verschillende kleuren. En theedoeken, ja, leek me gewoon heel erg handig om een keer weer andere mee te vervangen, zeg maar. Ja, ik vind dit wel een beetje Larissa's stijl. Want Larissa is helemaal into die stippen. Ja, je keuken moet ook gewoon een beetje bij je stijl passen natuurlijk. Ja, toch? Dus ik snap het wel. Oh ja, hier is een handig dingetje om aan op te hangen. Dus ik dacht, nou, dat vind ik wel echt heel erg handig om te hebben.
En deze waren ook niet zo heel erg duur. Namelijk maar €2,40. Zie ik het goed? Ja, voor twee. €2,40 voor twee, dus dat vind ik een prima prijsje, toch? Het is dus een Scandinavische winkel en daar zijn ze heel erg bezig met fit zijn, gezond zijn. Dus ze hadden ook een afdeling met gezonde dingetjes. En we vonden daar naked bars, die kennen jullie misschien wel. Ja, en dat zijn dus van die dadelrepen. Er zit helemaal niks toegevoegd in aan suiker en dat soort dingen. En het is gewoon een lekker snackie voor tussendoor. En we dachten, die gaan we proberen. Dit is Peanut Delight. Ik ben heel erg benieuwd of deze lekker smaakt. Yes, raw fruit and peanut bar. Simply yummy. Klinkt goed. En dat is dus wel chill, want dan kan je dus tussendoor een beetje snacken. Maar dan is het nog op een verantwoorde manier. Ja. Deze zijn €1 per stuk. En dan hebben we ook nog een andere gekozen. Dat is de Raw and Energy Bar van Bombus. En het merk ken ik niet. Maar we hebben degene met kokos en chocola. En je had ook nog chocola gewoon en ook nog met pinda. Ja, klopt. En wij dachten, ja, kokos klinkt heel erg lekker. Deze is iets groter. Deze kost €1,30. En ook deze is weer gewoon dadel, niks aan toegevoegd. Ik vind het zelf wel chill, dadel, repen en dat soort dingen. Maar deze heb ik nog nooit geproefd, dus ik ben heel erg benieuwd. We gaan de bars eventjes testen. We beginnen al met de Naked Bar. Naked Peanut Delight. Oké, ik mag wel eventjes zeggen dat het echt niet smakelijk uitziet. Ik ga nu eventjes iets zeggen waarbij iedereen het waarschijnlijk mee eens is. Het lijkt op een turt als je gewoon maïs hebt gegeten en dat verteert niet. Maar dat zijn stukjes pinda natuurlijk. Ik zat al te denken, wat is het? Ja, ben je het ermee eens? Ja. Oké. Oeh, het ruikt heel erg naar pinda. Zeggen dat ik die toegevoegde pindastukjes wel heel fijn vind. Ik vind pinda sowieso heel lekker. Doe me een beetje denken aan gewoon Indonesisch iets. Maar dat komt gewoon door de pinda. Ja. Dan heb ik een andere bar gehad van hun. Ik weet niet meer welke dat was. Maar ik moet zeggen, deze, met die pinda, dat maakt het nog wat normaler of zo. Reep nummer 2. Je moet trouwens niet te veel van deze reep gaan eten. Het zijn dadels, dus ja. Ik ga er niet nog een keer over beginnen. Oké, ook deze ziet er deze niet ziet er sexy uit. Ja, het zijn gewoon dadelbars. Is dat überhaupt ooit sexy geweest? Nee. Kan je daarmee iemand verleiden? Nee. Ik ook wel, proef je goed. Oh, dat duurt even hoor. Eerst een paar happen dacht ik, toen moet ik denken aan ontbijtkoek. En nu denk ik, ja, kokos, maar... Ja, en de chocolade komt er achteraan pas van, oh ja, hey, ik ben er ook nog. Van deze wat minder, denk ik. Ik maak zelf wel eens van die powerballs met dadels, kokos en cacao. En dan gooi ik zoveel in dat het echt een beetje smaakt een hele gezonde bounty. Deze had ik zoiets van, er had wel nog iets meer chocola, nog iets meer kokos in kunnen zitten. Maar het is niet verkeerd. Wat ik net bedoelde over dat ik dus deze Naked Bar fijner vond door die stukjes noot, is omdat ik hem inderdaad ken als deze substantie. Ja. En deze heeft echt die grote stukken noten in, wat ik heel lekker vond. Je moet altijd noten doorheen knallen, dat is lekker. Maar best prima. Ja. We vonden ook beef jerky en het is niet iets wat we normaal gesproken zouden kiezen. Maar onze zus Serena vindt dat heel erg lekker. En... ja, we waren ook een beetje hongerig toen we in die winkel stonden. Dus we hadden zoiets van, I take it all. Dus ook de beef jerky in deze is sweet and hot. Dus het klonk op zich wel lekker. Ja. En het is dus, wat is het? Ja, gedroogd vlees. Dat vind ik dan wel een beetje goor. Ja, het is echt super gedroogd vlees. Dus het is best wel hard, een beetje taaiig, zeg maar. Maar ook als snackie. Ja. Ben benieuwd. Oké, beef jerky. Hoog in eiwit. Geen toegevoegde zooi. Staat er niet op de verpakking. Maar begrijp wat ik bedoel. Wow, het ruikt wel heel lekker vanaf hier. Het ruikt heel lekker. Wow. Oh, dat gaat niet goed. Het zoet en pittig zou het moeten zijn. Het ruikt meer geur, meer smaak dan dat ik proef. Proef jij het van smaak? Hoezo dus er geen no artificial colorings. No added MSG. Wat betekent dat dan? Want hier staat gewoon op. Ingrediënten. Beef, sugar, nummer 2. Betekent dus dat er vet veel suiker in zit. Ik heb hier niet naar gekeken. Ik vind het eigenlijk helemaal niet lekker. Het smaakt... 24,3 gram suiker per 100 gram. Ik vind het veel te veel naar vlees smaken. Wat is vlees? Ja, weet ik maar. Ik moet zeggen, ik vind het op zich wel lekker. Maar ik vind het jammer dat er suiker in zit. Nou ja, zoals we al zeiden is hun foodafdeling... Hebben we dat gezegd? Ik weet niet meer. In ieder geval, hun foodafdeling is echt heel erg ruim. Er is echt
heel veel, ook heel veel snacks en snoep waar wij gewoon zo snel mogelijk door langs zijn gelopen, want anders ga je gewoon alles nemen. En waar ik ook nog eventjes stil ben gaan staan is bij de koelkast, want daar hadden ze meerdere drankjes en ik zag deze blikjes. Dit is van het merk Klar. Geen idee of ik het goed uitspreek. Het zijn gewoon soft drinks, ja. Maar dan is het eigenlijk gewoon een soort van sprankelend water met een smaakje. Ja, en ik zonder calorieën. In de smaak vlierbloesem en aardbei framboos. Ja, dus dat klonk wel echt heel erg lekker. Nou, deze blikjes waren maar 50 cent, dus ik dacht, vind ik wel heel erg leuk om een keertje uit te proberen. Nou, we gaan deze uitproberen. De Klar en dan de aardbei framboos. Ik weet niet zo goed waarom, allebei lijken me heel erg lekker, maar we gaan gewoon deze proberen. Oeps. Ik denk dat die niet zoet is hoor, maar gewoon een beetje van dat Hij ruikt heel zoet. Van... Oeh, hij ruikt heel zoet. Heel erg lekker. Ja, ik vind dus, je proeft het echt heel erg goed. Je proeft echt meteen, zeg maar, zoet. Maar ook weer niet, oké, ik drink heel veel suikerzoet. Hoe kan dit, zeg maar, geen suiker hebben, maar nog wel best wel zoet zijn? Het is natuurlijk mineraalwater, koolzuur, zuurteregulator, citroenzuur, een natuurlijk aroma, preservatives. Dus dat is om het goed te houden. En dan zoetstoffen, acefalfaam, sucralose. Nou, daar wil je niet te veel van binnen hebben, maar één drankje is prima. Maar het is echt, ik weet niet hoeveel zuurs van die zoetstoffen erin hebben gepompt. Of het komt doordat aardbei en framboos is. Dat smaakt sowieso ja, zoeter. Ja, maar ik vind hem wel echt lekker. Hij is heel erg lekker. Ja. Voor een drankje die zeg maar zo weinig bevat, is hij echt zoet. Want als je het vergelijkt met de softdrinks met een smaakje in Nederland, dat is soms gewoon praktisch water. Ja, ja. Het is echt net iets te weinig smaakstof. En hier zit best wel wat in, geloof ik. Zeg maar, hier zou ik echt aan gewend kunnen raken om alleen dit te drinken. Dit is prima. Ja. Maar de afdeling met ongezonde dingen, die was uiteindelijk toch wel nog groter, geloof ik. Mm-hmm. En daar vonden we Happy Hippo. En dit vinden we echt super lekker. Dit haalden we altijd in de supermarkt in Duitsland. Mm-hmm. En Serena is gewoon helemaal obsessed ook. Dus ik weet zeker dat ik waarschijnlijk één van deze wel voor haar moet bewaren. Ja. Alhoewel ik laatst ook een eentje voor haar had gekocht. Ja? Ja. Uit Duitsland had ik er eentje meegenomen. Maar je hebt het dus ook gewoon nu hier. Echt lekker. Het zijn gewoon van die nijlpaardjes gevuld met chocola en vanille. Ja, deze zijn echt lekker. Je hebt trouwens ook volgens mij de andere versie. Dan is het niet chocola, maar dan is het volgens mij gewoon vanille. En oh, ik dacht ook dat je wilde zeggen hazelnoot. Ja, misschien wel. Ik weet het niet meer zeker. Je hebt in ieder geval twee smaken en die hadden zij ook. Dus dat moest gewoon even mee, want deze waren maar €1,60. En dit mag gewoon op cheat dagen, vind ik. Heb je vandaag een cheat dag? Laat even in de comments achter wat je van onze geshopte spulletjes vindt. Of je ook ergens benieuwd naar bent misschien of misschien al kent. En geef deze video natuurlijk een duimpje omhoog als je hem weer leuk vond. Nou, super bedankt voor het kijken en tot in de volgende video. Doei! Doei.